De agrosector, houtverwerking en transportsector hebben nog steeds moeite met de toepassing van de belasting over toegevoegde waarde, BTW. Het gaat in deze specifiek om de maatregelen die de sectoren moeten treffen voor het nauwkeurig invoeren van de BTW voor de consumenten. Fiscaal jurist Roy Reiger ging gisteren tijdens een gehouden BTW-sessie in op enkele vragen vanuit belanghebbenden. Zoals, behoren deze sectoren onder publieke rechtelijke lichamen? Hoe wordt de BTW toegepast in de maritieme sector? Hoe wordt het onderscheid gemaakt in het kiezen van BTW-diensten? En op basis waarvan wordt het BTW-percentage gekozen? Als je betaalt omdat je zegt dat iemand ertussen zit, basically vindt de dienstverlening is een ingewikkeld ding. Bij dienstverlening speelt vaak ook de issue, wanneer is het dienst belast? Hoofdregel is de plaats waar degene, zie je, ik moet ook nadenken, hè? De plaats waar degene, als het een ondernemer is, gevestigd is. Dus als het dienst voor een ondernemer vanuit het buitenland wordt verricht, die afnemer, die klant, is in Suriname gevestigd, ja, dan zegt de wet plaats van dienst Suriname belast. Waarom ook? Het is in lijn met de basis van BTW-heffing, toch? Nu moet ik jullie laten zien dat ik een beetje slim ben. In het vak zeggen we, het bestemmingslandbeginsel geldt. Reiger voegt eraan toe dat het belangrijk is om vooral voor de agrosector een opheldering te brengen betreffende het toepassen van de BTW. Daarom ging de fiscaal jurist in op een van de veel voorkomende vraagstukken binnen de agrosector. Met name het invoeren van de BTW bij onder andere boeren. Weet je wat de issue is inderdaad in de agro ook? De issue van pluimvee heeft het ook. De issue van voorfinanciering. Eigenlijk zou je willen, en dat zijn dingen waar je natuurlijk als government naar kan kijken, toch? Met name bij kleine ondernemers, als ze in het systeem zijn, maar strikt by the book. Ook aan hun, als ze kopen voor agro, als BTW aan hun in rekening wordt gebracht, moeten ze betalen. Als ze verkopen, moeten ze in rekening brengen en dat wat zij hebben betaald aftrekken. Wat speelt is dat in de agro ook pluimvee je veel kleine ondernemers hebt. Die dus de grens niet halen. Toch? Dat is een, laten we zeggen, dat heeft twee kanten. Plus en min. En je hoopt dat het per saldo gelijk uitkomt. De sessies worden gehouden op initiatief van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, in samenwerking met USAID Caribbean Business Enabling Environment Reform, CBR, en is bedoeld om de eventuele onduidelijkheden over de BTW weg te werken door de nodige informatie te verschaffen vanuit de verantwoordelijke instanties. De volgende week maandag wordt er nog een sessie gehouden, maar dan voor de sectoren ICT en toerisme.